Dat is gewoon super gaaf. Wembley, heilige gras, om daar als je dan toch een finale ergens moet doen, dan op Wembley. Dat is echt het summum. En dan ook nog Engeland thuis met hoofdzakelijk Engelsen. Dat was gewoon echt fantastisch. Toen 1-0 scoorde, het stadion ontplofte echt. En de sfeer is een en al grandioos geweest. Dit was voor de eerste keer mijn oudste dochter erbij. En ja, die is 13 en ja, die is zelfs nog nooit bij Vitesse of bij Ajax geweest. En ja, dus, ja mijn grootste wedstrijd dat ze daarbij is, dat deed me wel wat. Ik kan me voorstellen, dat doet je nu weer. Ja, sorry. Ja, nee, dat maakt toch helemaal niks uit. Ja. Dat is alleen maar mooi. Ja, het zijn bijzondere dingen. Ja, eigenlijk, je wil een finale doen op een landentoernooi. Nou, die hebben we nu gehad. En we hebben een EK-finale gedaan. Ja, dan is er niks meer te wensen. Ik bedoel, en Björn heeft net gezegd dat hij er ook over gaat denken van, ga ik wel of niet door. Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, ik ga ook volgende week lekker op vakantie. En ook bedenken van, wat gaan we nog doen?